Namaste, vandaag de krijgershoudingen, het verhaaltje achter de krijgershoudingen. Heel fijn. Neem een paar handdoeken bij de hand. Ik heb altijd een dik strandlaken, een aantal kleine handdoekjes. Neem wat boekjes bij de hand. Dan kunnen die gebruikt worden in de plaats van blokjes. Virabhadrasana 1, de krijgershouding 1. De 2, de 3, de humble warrior, de neerbuigende krijger. De reversed warrior, omgekeerde krijger. En de dode krijger, we doen ze allemaal. Sluit uw ogen, ik ga heel even een introductie geven in het klein etymologisch verhaaltje rond Shiva. Je ziet dat je gemakkelijk zit en waarom niet liggen? Kan ook, hè? Liggen met de benen gebogen. Of eventueel in plaats van heel de tijd in die kleermakers zitten. Plaats je voetzolen tegen elkaar. Dan kunnen die heupen al een klein beetje openen. Sluit je ogen, handen op je bovenbenen. Ellebogen dicht tegen u. Je ademt rustig in en uit naar de buik toe. In het hindoeïsme zijn drie grote goden. Degene die alles creëert. Degene die alles in stand houdt en degene die alles afbreekt. Afbreekt is Shiva. In stand houden is Vishnu en alles opbouwen is Brahman. Nu, wij gaan het even over Shiva hebben. Was niet echt geliefd, alhoewel dat hij wel nodig is om dingen af te breken, om het nieuwe te plaats te maken voor het nieuwe. Shiva trouwde met Sita. Ze waren gelukkig, maar de vader van Sita vond dat maar niks. Daksha, koning Daksha. En hij gaf een heel groot feest, maar hij nodigde Shiva en Sita niet uit. Nu, Sita vond dat heel spijtig. Ze wou naar het feest gaan, maar Shiva wou niet, want hij was niet uitgenodigd. En Sita besloot om alleen te gaan. En ze was kwaad op haar vader, dat hij toch Shiva helemaal niet wou uitnodigen. En daardoor zei ze, ik wil met dit lichaam dat ik van jou gekregen heb niet geassocieerd worden. En ze verbrandde zichzelf. Haar acne, haar vuurtje werd zo warm van woede en ze verging in assen. Shiva zat op zijn berg en hij zag dat en hij werd woedend en hij trok een van zijn dreadlocks uit. Hij gooide het naar het feestje. Je dreadlock veranderde in een krijger. En dan gaan we zo meteen die krijgershoudingen doen. De 1, de 2, de 3. En ondertussen vertel ik daar een klein beetje meer verder over tijdens de asanas. Open uw ogen. Breng uw knieën naar elkaar toe. Plaats uw handen naast jou. Een beetje de voeten naar voren brengen. Sleep je rechtervoet naar u toe. Plaats je rechtervoet over je bovenbeen. Flex goed je voet. Hoe lukt dat? Blijf steunen, eventueel je handen iets meer naar achter. Voet flexen en die rechterknie die wil naar de voorkant van je mat. Lift je hart op. Duw je linkervoet stevig in je mat. Vingers krullen. En op je volgende uitademhaling laat je los. Zak heel even in dat je goed het verschil voelt tussen een rechte rug en een ingezakte rug. Linkervoet naar je toe. Linkervoet over je benen. Voordat je dat doet, flex je die voet al. Dat je die knie beschermt. Opnieuw steun je op de vingertoppen. Misschien een klein beetje naar achter. Leeft je hart op. Geen een holle rug, een rechte rug. Adem diep in naar de buik. En op uw uitademhaling laat je weer helemaal terug los. Plaats beide voeten terug plat op uw mat. Sleep je rechtervoet opnieuw dicht naar u toe. Adem in, probeer echt op te zitten. En op uw uitademhaling ga je twisten naar rechts. Neem die knie vast, andere hand in je rug. Kijk zo ver mogelijk naar achter. En lift je achterste arm op schouderhoogte. Draai die handpalm naar het plafond. Dus je draait heel die schouder open. Houden. En trek zachtjes aan die voorste knie om jezelf nog iets rechter te maken. Volledig diep inhalen, nog één keertje. En op uw uitademhaling breng je je achterste naar de naar voren, gestrekt, mindful. Helemaal gestrekt naar voren, verstrengel de vingers. Duw die handpalmen naar mij toe. Adem in, breng je armen in de lucht. Niet hol trekken, hou je borstbeen naar binnen. En adem uit, kom daar langzaam terug uit. En dan wissel je. Andere voet ietsje naar voren. Linkervoet ietsje meer naar u toe. Inademen, lengte maken. Kom aan, laat die rechterrugspieren werken.
En adem uit, we twisten. Neem die knie vast. Andere hand in uw onderrug. Lengte in je rug. Lift je achterste arm op schouderhoogte. Handpalm wijs naar boven. Diep inademen, open goed die schouder. En voel je nog altijd de voeten plat op je mat. Kantel niet in je voeten. Volgende inademhaling. Arm in de lucht. Adem uit en terug naar voren. Beide armen uitstrekken, vingers verstrengelen. Handpalmen naar voren, zit recht op. Adem in, beide armen op, voeten in de grond duwen. Haal die borst naar binnen, kantel niet in die borst. We werken aan die schouders. En adem uit, laat los. We draaien op handen en knieën. Bescherm je knieën, bescherm je polsen. We gaan heel even de kat goed doen, tenen onder krullen vooral. Uitademen, een kathouding, kin naar uw borst toe en op uw inademhaling een holle rug. Eerst uw bekken kantelen en dan helemaal hol. Adem uit, maak het bol. En op uw inademhaling hol. Eerst uw bekken, wervel per wervel. Nog een laatste keertje naar de kat. En dan kom je terug naar een hele rechte rug. En om er zeker te van zijn dat je de onderrug beschermt, buikspieren opspannen, billen, bekkenbodemspieren, kom naar je neerwaarts kijkende hond. Zit botjes naar achter, haal je hoofd tussen je bovenarmen. Geen een holle rug, geen een bolle rug, recht gestrekt. En dan breng je beide knieën terug op je mat. Breng je rechtervoet naar voren, de voet plat op je mat. Tussen uw handen, achterste knie liften. Houd die achterste knie op. Breng je achterste voet plat op uw mat. Heel even houden. Uw schouders blijven aan de voorkant van uw mat. En dan breng je die hiel terug op. De knie terug op uw mat. Adem in, beide armen in de lucht. Adem uit, uw bekken gaat iets meer naar de voorkant van uw mat. Adem in, uw bekken terug wat naar achter. En adem uit, je neerwaarts kijkende hond. Benen gebogen, we willen naar rechter. En dan breng opnieuw de knieën op je mat. Linkervoet tussen je handen. Handen gronden, weet dat je altijd je blokjes kunt nemen, je boeken. Achterste knie liften. Achterste hiel plat op je mat, hou je schouders naar voren. Achterste voet goed plat. Kleinste teentje op de grond duwen. Diep inademen, we twisten. We openen die heupen. En op uw volgende uitademhaling. Hiel terug op, knie terug op uw mat. Heel even, beide armen in de lucht. Diep inademen, op uw uitademhaling. Uw bekken dichter naar de voorkant van uw mat. Adem in, uw bekken terug naar achter. En adem uit, terug de handen op uw mat, niet op uw boeken. Sleep je voorste voet naar achter, neerwaarts kijkende hand. En nu gaan we beginnen met die krijgershoudingen. Breng je rechterbeen in de lucht, één rechte lijn. De tenen wijzen naar beneden. Kijk naar je handen, tussen je handen, want daar wilt je een bovenste voet naartoe. Hup, ene keer, proberen, achterste voet plat op uw mat. En hier gaan we, beide armen in de lucht. En je hebt zogezegd weer zwaarden vast. Virabhadrasana 1, de krijger komt aan op het dansfeest. Vanuit de grond komt hem naar boven. Met zijn zwaarde klaar om heel de boel af te maken. Strek je voorste been uit en wissel van zijde. Achterste tenen draaien zo ver mogelijk mee. Buig die voorste knie. En hier ook, probeer denk een beetje aan die backbend nu. Schouders naar je oren, lift je hart een klein beetje meer. Voorste knie. Laat je niet zakken naar binnen, duw die naar links. En dan breng je langzaam beide armen terug in je heupen. Op de heupen strek je voorste been uit en draai mijn gezicht naar mij toe. Dat was krijger 1, hij komt aan op het feest. Krijger 2, we draaien terug met onze voeten. Buigen voorste knie, achterste been ver naar achter. Zie dat je nergens over uitglijdt, dat zou niet zo geweldig zijn. Die tenen wijzen naar de zijkant van uw mat. De heupen draaien namelijk open. Zak nog wat dieper. Bekkenbodemspieren opspannen. Strek je armen uit. Kijk dat ze goed op schouderhoogte zijn.
Open die schouders, ellebogen op, schouders open, handpalmen op. En dan draai je die handen terug naar beneden. En je hebt zogezegd twee zware touwen vast die aan het plafond hangen. En je trekt die naar beneden. Kijk over je voorste middelvinger, weg. Wat heeft hem nu gedaan? De krijger, Virabhadrasana. Je komt van een 1, je gaat naar een 2. Hij heeft nog altijd beide zwaarden vast. En is er klaar voor om met dat zwaard mensen te gaan onthoofden. Strek je voorste been uit. Draai al die tenen aan de andere kant. Achterste tenen mogen naar de zijkant van je mat wijzen. Hè. Als dat fijner is of eenvoudiger om de heupgewrichten open te draaien. Kijk over je voorste middelvinger, ver weg van jou. Schouders nog altijd open. Bekkenbodemspieren blijven opspannen. Staren over je voorste middelvinger. Drishti noemen ze dat. Eenpuntige concentratie met je ogen. En dan strek je dat voorste been terug uit. Plaats je handen in je zijde. En draai terug met al je tenen naar mij toe. Ja, en dan breng je die voeten tegen elkaar. Oké, Virabhadra is op het feest. Klaar voor aan te vallen. Zwaarden op, zwaarden open. En dan gaat hem eraan beginnen. Breng je benen terug uit elkaar. Draai terug met je gezicht naar de voorkant van je mat. En nu gaan we naar Virabhadrasana 3. Ik ga dat met mijn voet in het midden van de mat doen, dat jullie nog eventjes kunnen zien. Dus hij heeft zijn zwaarden vast. Hij brengt zijn achterste arm naar voren. En we gaan op één been staan. Dus goede core opspannen. Buik, billen, bekken, bodemspieren. Hou je standbeen gebogen. Ja. En hij gaat mensen onthoofden, waarvan ook de vader van Sita, koning Daksha, onthoofd hij. Houden, houden. Focus op het feit dat uw achterste, bovenste tenen ook naar de grond wijzen. Je kantelt niet in je bekken. Is dat te zwaar, breng je armen naast jou. Probeer stiltjes aan beide benen uit te strekken. Dit is de onthoofding. En wat doet hem dan? Zwaarden weg. Hij zakt naar beneden om het hoofd eventjes op te rapen. Oh, dat is gezellig van een morgen. Buig je knie, raap het hoofd op, kom terug op en hij gooit het hoofd heel ver weg. Ja. Voilà, dat zal krijgen. Houding 3 met onze rechterbeen. We gaan het wel op het andere been ook doen. Plaats je bovenste voet terug naast je andere voet. Ja, eventjes losschudden. En dan zwaartepunt naar links. Linkerbeen buigen. Buikbillen, bekkenbodem opspannen. En hier gaan we op één been. Langzaam. Standbeen buigen. Langzaam het been uitstrekken. Probeer in één rechte lijn van de kruin van je hoofd naar je bovenste hiel. Strek de armen uit naar voren. Of je maakt een vliegtuigarmen. Kantel niet in je bekken. En probeer stil aan beide benen uit te strekken. Virabhadrasana 3, krijg er 3. Langzaam ademen. Blijf doorademen. Dus het hoofd is weg. Alle mensen zijn dood. Ja. En dan breng je die voet terug naast die andere voet. Kom langzaam terug op. Breng je rechtervoet naar voren, linkervoet naar achter. We gaan heel even naar de Humble Warrior. Adem in, beide armen in de lucht. Adem uit, verstrengel je duimen achter je rug en maak een heleboel rug naar beneden. Degenen die iets meer uitdaging willen, draai met de borst naar de voorste knie toe en ga helemaal in je hoofd naar de grond toe. Armen hoog, houden, zijn je voeten plat op je mat. Humble Warrior. Nog een keer diep inademen, uitademen. Hoger met die armen open, die schouders. Duw je voeten in je mat, volgende inademhaling kom je terug op, armen op, kom heel even naar krijgershouding 2. En dan ga je naar de reverse warrior, dat doen we nu ook eens even, kom aan, voorste knie, blijf naar rechts duwen, de voeten plat. Kijk naar je voet en dan kijk je heel even naar boven, bovenste elleboog wat meer naar achter, houden, bekkenbodemspieren opspannen, kom aan, heupopeners. Goed voor de wervelkolom even. Adem 1, kom terug naar krijgershouding 2. Strek je voorste been uit. Wissel van zijde. Krijgershouding 2, andere kant. Breng beide armen naar achter. Verstrengel die duimen of waarom niet de vingers. Kan je kiezen.
Duimen vind ik fijn, dan kunnen ze wat trekken aan die duimen. En hier gaan we, Humble Warrior. Naar beneden, bolle rug, armen op. En misschien steun je op je bovenbenen, is dit jouw optie. Misschien ga je er langs brengen, de navel, borst richting knieën. Ga je zo laag mogelijk met de kruin van je hoofd naar de grond toe. Houden, armen hoger, blijven ademen. Voeten gronden. Doorademen. Hè. Als je stopt met ademen, gaan je spieren verkrampen. Blijven doorademen. Humble Warrior. Adem nog een keertje diep in. En helemaal uit. Volgende inademhaling kom je op. En adem uit. Strek je armen uit. Krijgershouding 2. Laatste keertje. Een Reversed Warrior. Kijk naar je achterste voet. Terug je aandacht naar de voorste knie. Laat die naar binnen zakken. Duw die naar buiten. Ontspan in je onderste arm. Kijk heel even naar het plafond. Breng je bovenste elleboog wat meer naar achter. Houden. Ademen. Padabandha is actief, dus je voelt de onderkant van je voeten activeren. Voetzolen, als je twijfelt, lift je 10 tenen op. Spreid ze, plaats ze terug. En dan kom je terug naar krijgershouding 2. Strek je dat voorste been uit. Draai je met je gezicht naar mij toe. Handen in je zijde. Voeten naar elkaar toe. Even losschudden. Adem in en breng beide armen in de lucht. En adem uit. Kom eens heel even naar Uttanasana. Ja. Jouw Uttanasana. Kan je de benen niet goed... Je moet de benen goed buigen, bedoel ik. Ja, als je korte hamstrings hebt, dan ga je zo hangen. Steunen op je bovenbenen. Misschien kunnen de handen wel op je mat. Blijven en houden. Nu, Shiva zag dat allemaal van op zijn berg. En hij kreeg er al snel spijt van. Sita kwam terug in een andere gedaante op het feest en zag al die doden en haar vader op het hoofd. En die vond dat ook heel spijtig, was heel hard aan het huilen. Dus Shiva ging naar het feest toe, zelf. Alleen wat er nog van het feest overviel. En... Het dode de krijger, dat gaan we nu eens doen. Wandel met je voeten naar achter. Kom op handen en knieën. En dan breng je de rechterknie ietsje naar voren. De rechterknie helemaal naar je linkerpols. Niet gemakkelijk. Kijk of je dat been kunt uitstrekken of je houdt het gebogen. Ja. Het andere been ga je uitstrekken. Dus eigenlijk, één been gestrekt, ander been gestrekt, of beide benen gebogen. En je probeert terug te gaan liggen, linker oog op je mat. De dode krijger, zware twist. Probeer beide voeten te flexen. Je kan ook beide benen buigen, hè. Dan ga je meer naar een deer pose. Sleeping Krishna noemen ze die houding ook. Blijf doorademen. En Shiva wou het goed maken. En dan dacht hij, ja, dan ga ik terug de vader van Sita leven inblazen. Dat kon hem wel. Maar dat was één probleem. Hij vond haar hoofd niet meer terug. En daar moest hij maar niets op vinden. Plaats je handen onder je schouders. Buikwand opspannen, duw jezelf op. En dan doen we hetzelfde aan de andere kant. Linkerknie naar voren, linkerknie naar rechts. Strek beide benen uit, eventjes gaan zitten op die linkerbil. Voeten flexen. Mooie rechte hoek. Maak lengte. Ga liggen, rechter oog op je mat. In de verte zag Shiva een geit. Is hem die geit gaan onthoofden. En heeft hem de kop van de geit op het lichaam van de vader van Sita geplaatst. En zo werd hij teruglevend, mijn geitenkop. Maar die vond dat niet erg, die was blij. Had ook spijt dat hem het huwelijk nooit had goedgekeurd tussen Shiva en Sita. Dus voilà, iedereen content. En ze leven nog lang en gelukkig. Nog heel even rustig ademen.
En dan plaats je de handen weer onder je schouders. Buikwand opspannen. Duw op. Draai je om. In Shavasana. Lang uitliggen. Adem rustig. En geniet nog eventjes van het verhaaltje. Zo ken je een klein beetje de mythologie achter de Virabhadrasanas.